kijkers en welkom weer op een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Tim de Remus. Jawel, ik ben de vlog weer al in elkaar aan het steken. Niet zo gelijk gisteren dat ik dat s'avonds doe. En deze keer doe ik het 's morgens vroeg. Maar het was maar een korte vlog. Dat zal ook wel vandaag ook zo zijn. En ik hoop niet dat jullie kwaad zijn dat ik de Q&A ga meenemen naar de LAN party toe. Misschien is dat wel een leuk idee. Geen Q&A. Voilà. Vlog. Of al doe ik die vandaag. Als ik terug thuis kom van werken. Gisteren had ik nog een en ander te doen. Dat heb ik ook in de vlog vermeld. Dus dat we ook niet te veel hebben gedaan. Ik moet nog subiet nog hier aftrekken. Dus, en dan meenemen naar mijn mama toe. Dankjewel. Mijn ouders, dat die ook nog altijd de was. En de strijk doen voor mij. Daar ben ik hun 100% dankbaar voor. Ik ga nog eens van mijn koffie drinken. Dat kan toch wel echt heerlijk doen hoor. Zo'n heerlijke chatje koffie. S'morgens vroeg. En je zit trek een andere mens. Nee, ik ben geen reclame aan het maken. Dan. Jullie mogen ook nog altijd fanmails altijd sturen naar info@cyclotv.be. Dus tekeningen of zo. Die ik dan kan uitprinten bijvoorbeeld. Laat het maar gewoon weten en dan gebeurt het ook. Dus even kijken. Of mensen die tekeningen maken, maar die niet ingekleurd zijn. En die dan willen vragen aan mij of ik die wil inkleuren. Voilà, jullie hebben het zelf gehoord. Ja, mijn schatje is blijven slapen, mensen. Voor een nachtje maar. Maar van dat zij toch deze weekend niet bij mij thuis blijft slapen, maar dan wel in Antwerpen blijft slapen. We gaan 2 weken niet hier slapen. 2 weekenden achter elkaar zijn we. 2 weekenden? Ja, 2 weekenden. Dat klopt, want deze weekend zitten we op Ixlan. En volgend weekend zitten we... Nee, deze weekend zitten we op 66 land. Zo is het, 66. 66 is het volgende weekend? Nee, 66 is deze weekend. Misschien is het volgende weekend. Nee, het is deze weekend, maar we zitten al de 9e en het gaat door op de 12e. Dus dat is binnen 3 dagen. Oh, ik bedoelde deze weekend. Ja. Dus wil je nog altijd de paasvakantie schoon afsluiten? Ik wil nu geen verkeerde informatie geven. Dan moeten jullie snel zijn, want er zijn de laatste 51 tickets. Dus toen ik het heb aan het opnemen om 9 april om 7:04 waren er nog 51 tickets beschikbaar. Dus als je er nog wil bij zijn, razendsnel je tickets aanschaffen en dan komt wel alles goed. Want de zaalplan begint ook goed opgevuld te geraken. Daar ben ik ook wel heel blij om. En daar is mijn wekker weer al voor te zeggen van Team 3 is beginnen eens op te schieten. Ja, ik weet het. Eens even kijken. Binnen 14 minuten, oké. Weet je hoe laat je nog altijd die bus had? Ik was om iets na 7, om 23 na 7 bij mijn thuis. Eens even kijken, hè. De lijn.be. En nu gaan jullie allemaal zeggen, waarom breng je Bea niet? Ik moet ook gaan werken. Of anders had ik haar gebracht. Voilà, naar bestemming. Om 7:17 heb je een bus.
En elke stationsrat die komt aan daar om 7 uur 28. Oh, ze kwam aan om 8 uur. 7 uur 54. Ja, dat is toch 8 uur ongeveer. Ja. Met 1 minuut vertraging, dus 7 uur 55 dan. Goedemorgen. Ik ben nu eens even aan het kijken. Voilà, eens even kijken. 7:24 vertrekt die daar. Aan de Papenakers. Eens even kijken. Als ik u subiet aan de BIP afzet, is dat ook goed? Aan de BIP? Ja, waar die vier zijn ronde begint te starten. Waarom? Omdat je dan niet te lang buiten staat. Oké. Omhoog van, ja, ik moet om, eigenlijk moet ik altijd om 20 na hier vertrekken om tijdig om mijn weg aan te trekken. En stationsstraat is 26, dus dan staat jij daar al, ik denk, een goed 10 minuten daar in de kou. En dat wil ik ook niet. Voilà, daarom. Dus ik breng u naar de bibliotheek en daar kun je dan op de bus stappen. Want die staat er negen, dus en 9 van de 10 kansen staat die daar al. Het kan ook zijn dat ik bij mama straks even ben, hè. Oké. Dat je eens een dutje kunt doen straks en mij daarna even komt halen. Als je terug wakker schiet. En anders heb ik tijd en ga ik met de bus terug naar huis. Oké. En dan gaan we eens even kijken naar op Discord nog, dames en heren. Want ik heb die topic nog niet afgesloten. Ja. Oké, ik heb alles gelezen. Ja, ook voor naar TC toe, ik ga proberen daar eens tijd voor te maken. Voilà, ik ben nu ook de nieuwe topic aan het maken bij de Q&A. Nieuwe topic. Opnamedag is dan de 15e, de 22e, pak dan daar de 20e, ja, 20 april 2024. Psycho. Voilà, zo heet nu mijn topic, Psycho, 20 april 2024, waarom? Dat ik die ook weer live ga doen op daarna op X-LAN. Dus wacht, hè. 20 april. Dus naast ik ga daar bijschrijven livestream. Dan de 21ste komen we ook dan online. Voilà. Posts. Voilà, die staat al online. Dan ga ik ook nog de post hier aanpassen van de vorige. Niet van 20 april. Nee. Van 8 april. Die gaat opgenomen worden op ofwel vandaag. Jawel, niet vandaag. Maar wel op de 13e. 13 april. Dus naast eens live stream. En dan op 14 april staat hem online. Voilà. Dat is ook dan bij deze, is dat ook weer al veranderd. Ik weet wat ik kan doen. Wat? Wat jij nu aan het doen bent. De Q&A ook live op de LAN of wat? Nee. Ah.
Maar ik kan het bij mijn thuis opnemen en op mijn account zetten. Van YouTube. Dat gaat ook. Ja. Ik doe alleen Q&A's op mijn kanaal. Voilà, jullie hebben het nu gehoord, hè, mensen. Maar binnenkort, de 15e april, wordt haar vragen allemaal beantwoord. Ik denk dat ik het misschien eerder ga doen, want ik heb al veel vragen. Valt nog mee? Ja, voor mij is dat veel, maar ik ben nog niet gewend, hè. Oké. Maar ja, mensen, ik ga hier nu even beëindigen deze fragment. Ik ga mij ook klaar beginnen te stommen om naar de bibliotheek te gaan. En dan naar het werk toe. Allee, mensen, ik zie jullie allemaal straks terug. Yo, yo, yo. Is dat geen pijn? Oké. Okay. Wat doe je moeilijk? Ik weet het niet. Ja, ik ga macaroni met kaas en hers eten, dames en heren. Ladies and gentlemen. Is dat die vork die je klaar hebt gelegd? Ja. Mijn zieke schat, voor de vork te geven. Alleen moet ik nu nog een nootmuskaat pakken. Dat zal ik wel pakken, ga even naast het dan. Oké, dat is wel waar. Want ja, deze nacht was het geen goede nacht voor mij geweest. Dus ik heb het al ook al verteld deze morgen in mijn eerste fragment. Dit is nu mijn tweede fragment. En ja... Wow. Nootmuskaat, hè? Ja, ja. Dus ik ga nu mijn macaroni met kaas en hersen open doen. Oh, van de Iglo, dacht ik dat dat was. Ja, Iglo. Oh jij, joh. Oh, ik stond net op beeld. Dat zie ik hier achter. Oei. Ik ga nog gauw iets doen. Ik heb twee keer een macaroni met kaas en hersen gegeten. Ja, gekocht, ja. Dus daar gaat eentje de diefries in. Voor de volgende keer. Voilà. Wat heb ik vandaag gedaan op het werk? Ik zal het dus even ook eens aan jullie vertellen. Ontstickerd. En wat? Gestapeld. Deze keer niet gestickerd. Nee, dat heb ik deze keer niet moeten doen. Maar het was toch een toffe werkdag. Maar wel vermoeiend. Gewoon van dat ik weinig slaap heb gehad. 'S morgens vroeg. Ja, eigenlijk door de nacht. Want ik ben pas rond een uur of half één in slaap kunnen vallen. En dan om 3 uur 's nachts was het zo ongeveer, had ik toch de buikgriep aanval. Of de buikpijn aanval. Ja, nee, ik ben pas om 1 uur in slaap gevallen. Ja. Maar ik heb van... Hoe laat waren we in bed gekropen? Om 8:45. Ja. Jij bent toen gelijk in slaap gevallen. Tot weet ik veel wanneer. Totdat je honger kreeg een pannenkoek. Ik weet niet hoe laat het toen was. Toen zijn we terug gaan in bed liggen. En toen heb ik nog wakker gelegen. Toen waren we Marvin in bed. En om 1 uur was ik pas in slaap gevallen. Maar heel die tijd dat we in bed lagen en jij lag te slapen, heb ik niks kunnen slapen. Dus dat was heel zo van... Ah, ik wil slapen en het gaat niet, ik ben zo moe. Maar uiteindelijk heb ik niks klaar, want ik heb toch meer geslapen dan jij. Oké. Okay. Toch? Ja, want toen ik hier echt aan het zweten was, was mijn vrouwke terug al in dromenland. Terug? Pas? Pas terug in dromenland, ja. Ik heb weinig geslapen tot 6:30. Van 1 uur tot 6:30, hoeveel uurtjes zijn staan? Zeg dan nu nog een keer. Van 1 uur tot 6:30, hoe lang is dat slaap? Van 1 uur tot 6:30, dat zijn 6:30. Ah, wel, ik heb nog wel langer slaap nodig. En ik heb vandaag niet bijgeslapen, omdat ik zoiets had van... Dan kan ik 's nachts niet meer slapen. Dus alles voor zekerheid. Oké. En ja, en jullie zien het en jullie vragen het af. Zeg, waarom is er geen hutsepot van mijn ouders vandaag? Dat mijn mama op controle moest gaan in het ziekenhuis. Wat voor controle? Wel, schiet mij dood, ik weet het niet. En dan nog, als je het weet, mag je het nog niet zeggen, want dat is aan je mama, niet aan u. Voilà. Sorry, dat is privé. Dat is uw mama en haar zaak niet.
niet die van de kijkers, vind ik. Mm-hmm. Allee, als dat bij mijn mama zo zou zijn, hè, en ik ben een vlogger, hè, ik zou niet heel mijn mama privéleven online zetten als ze naar het ziekenhuis of zo moet. Dat is ook wel waar. Zeg, en dan even een interactie voor mijn kijkers. Wat voor diepvries maaltijd eten jullie graag? Laat het even in de comments weten. Mijn is een macaroni met kaas en nest. Ja. Dan dat is logisch. Dus, daar moest ik geen tekeningsje bij maken, hè mensen? Goh, heb ik een diepvries maaltijd die ik graag eet, hoor. Ik weet het niet. Kan ook zo pizza's zijn, hè? Nee, pizza's heb ik niet graag uit de winkel. Alleen zelf gemaakt. Oké. Ik heb niet echt een lievelingsmaaltijd van het diepvries, maar weet je nog zo die puree waar je water bij moest gooien in een pot? Ja. Dat vond ik altijd lekker om te eten. Dat was mijn maaltijd als ik een trek had na het avondeten of zo. Dat ik dan terug iets binnen had, omdat ik dan daar zin in had. Of zo als Ike. Ja, dat kan... Maar dat is ongezond. Ja. Dan als je het zelf maakt. Oké, ja. Maar een diepvriesmaaltijd. Goh. Nee, ik kom op niks. Ik ken er ook niet zoveel van. Van diepvriesmaaltijden. Dat geef ik ook eerlijk toe. Ik ken er heel weinig van. Weet je wat ik straks ga doen? Naar huis en dan mijn pasta nog koken. Maar ik wil niet te laat dan naar huis gaan, want als het na 10 uur is, ga ik dat niet meer doen. Ik ga je rond dan 8 uur dan naar huis doen. 8:30 is ook nog goed, hè. 8:30 dan, hè. Mij maakt het niet uit om hoe laat, okay. Maar zolang ik dat maar kan doen en dat het niet na 10 uur is. En damn you, nu komt in 1 keer de zon goed door. Ah, dat is nog altijd een goed beeld. Oei, ik zie nog iets. Mijn batterij is bijna op. 36% heeft je batterij nog maar. Dan moet ik die saus eens gaan insteken. En wat ik nu ook nog aan denk is... ik moet mijn vlog nog vandaag nog uploaden van gisteren. Maar dat is rap gebeurd. Ik ben wel aan het denken wanneer ik de Q&A ga opnemen. Oké. Okay. Want die datum, ik vind dat heel moeilijk om datums vast te leggen wanneer ik dat doe. Ah, oké. Okay. Omdat ook, als ik dat doe, dan is dat moeilijk voor mij om dat op een vaste dag te houden. Ik moet dat kunnen doen wanneer het voor mij lukt, maar ook qua mijn emoties en mijn gevoel. Want als ik een heel moeilijke dag heb gehad, dan ga ik dat niet opnemen, want dan ben ik chagrijnig op alles. Oké, okay, ja, dat is te begrijpen. En ik wil dat niet op de mensen uitwerken. Dus bij deze hebben jullie het gehoord, mensen. Dus als je vragen hebt voor Bea, dus die gaat dat niet om een vaste dag doen. Dat is random. Als je dus een vraag voor Bea hebt, Bea, _, de vraag. Als je een vraag voor mij hebt, psycho. Ik heb dan een top pick. Alleen ja, die datum kun je toch wegdoen. Ja, maar niet op YouTube, hè? Ah, nee, maar op YouTube moeten ze mijn naam erbij zetten. Ja, dat voor mij ook maar, gemakkelijker te maken. Maar op het Discord heb ik een eigen. Mm-hmm, mm-hmm. En dat wou ik ook nog zeggen. Dat wou ik ook nog zeggen. Oei, ik zeg dat hard ook. Maakt niet uit. In Discord, daar heeft zij gelijk en daar heeft zij een eigen topic op de forum. En daar kun je dan ook de vragen instellen. En ik ben echt aan het genieten, hè, van mijn macaroni met kaas en nuts. Die is zo heerlijk. Die huizen zijn zo mooi aan het worden. Hm? Die huizen zo mooi zijn, zo op een rij, zo allemaal huizen, vind ik echt leuk. Ik heb ook zo met de bus, toen ik naar huis ging, mooie huizen zien staan. Maar ik dacht,
Ik ga daar geen foto's van maken wat mijn smaak is, want ik denk dat jij dat niet zo leuk vindt. Nee. Wat ik graag zie. Jij kunt dat niet weten, want jij weet niet waar ik bedoel. Juist. Ja, als ik dus daar eens keer dat vingertje doe, dan weet ze perfect welke woord dat ze er naar boven moet halen. Juist, juist, juist. Ja. Schat. Mhm. Het is niet smakelijk, hè, man. Ja, vrijdag komen ze toch met de... Ah nee, dat is maandag. Nee, vrijdag. Vrijdag komen ze altijd bij u. Ja, dat mogen we weggooien. Bij mij komen ze altijd op Insta. Mhm. Elke week. Hallo. Daar ben ik nu ook eens benieuwd naar, van de kijkers. Om de hoeveel keren worden de blauwe zakken bij jullie opgehaald? Om de hoeveel keren worden de vuilniszakken opgehaald, dus de zwarte zakken? En hoeveel keren, om de hoeveel keren komen ze voor het groen op te komen halen, dus de GFT? En om de hoeveel keren komen ze voor papier en karton te halen? Schat, hoe moet ik die buit opmaken? Want die is nog niet opgemaakt. Het is op. Ja, maar ik wil dat doen. Want ik moet die vlug nog uitplooien. Vlug nog uitplooien. Ja. Eerst ja, onder, hè. Ja, maar waar ligt dat? Hier lag dat toch? Hier zitten geen lakens in. Waar heb ik dan mijn lakens gedaan? Liggen die al niet op mijn kamer? Ah nee, die liggen daar op de kussen. Ja, ik had kleren nodig deze morgen. Ik heb mijn wasmanden nog altijd niet. Uitgelaaid. En nu ga ik. Mijn materiaal opruimen. Dat was heerlijk. Maar ik ga uit op je laken liggen. De onderlaken? Ja. Nee. Als hij maar past aan de hoeken. Nu maar ik weet niet of je me... Ik kom. Amai, daar komt veel stof vanaf. Ik kan mijn best doen, meer dan wat dan niet. Dat is ook weer waar. En ik denk dat veel mensen in het leven altijd hun best doen. Voilà. En nu nog het karton bij karton. Voilà. Dan gaan we natuurlijk 's morgens vroeg richting mijn computer toe. Zet ik mijn computer aan. Zet ik mij op de stoel. Schat, die gaat er niet meer rond, hè. Ik kom al langs. Ik ga jullie laten. Ik ga de vlog nu uploaden. Ik ga nog een klein dutje doen. Daarna gaan we samen hoogstwaarschijnlijk naar familie kijken. In een van de 10 kans dan een Rummy Cup. En dan breng ik haar naar huis toe. Dus vergeet geen duimpje omhoog te doen. Vergeet hier onderaan niet te abonneren op mijn kanaal. En vergeet ook niet... Uw kant niet. Huh? Kom door. Uw kant niet. Oké, dus vergeet niet op belletje te drukken. Dan blijf je op het horen wanneer er een nieuwe vlogvideo of een livestream is. En voor de rest zeg ik altijd als... Yo, 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 yo.